staan hier bij de ijsbaan in Nijenveen voor de 17e editie van de Survival Run. Laten we even een paar van de deelnemers gaan interviewen. Is dit je eerste keer bij de Survival Tocht? Nee, ik heb het 1 keer eerder gedaan. Iets van 4 jaar geleden of zo, denk ik. Voor corona. Hoe is het toen gegaan? Goed. Ja, niet nat geworden, dus dat is altijd mooi. Ja, ja, was wel koud, herinnerde ik me. Het is nu meer thermo aangedaan. Heel verstandig. En hoe lang denk je dat je erover gaat doen? Nou, ik weet dat we vorige keer iets rond 3 uur 's nachts of zo terug waren. Maar ik heb gehoord dat ze het hebben ingekort. Dus ik hoop rond 1 uur, 2 uur 's nachts of zo. Ja, ja. Ambitieus. Ik hoop dat het gaat lukken. Ja, we en, gaan niet rennen. Naar welke obstakel kijk je het meeste uit? Ik heb nog geen enkele gezien. Eentje waarin ik niet in het water val. Jullie hebben net het eerste obstakel overwonnen. Hoe staat het met de motivatie? We zijn net begonnen. We gaan ervoor. Waarvoor kom je 7 keer terug? Is het elke keer zo leuk? Dat is elke keer weer de vraag. Dan ben ik bij mijn eerste evenement dat ik denk, oh, en nu? Maar het is superleuk. Het is hartstikke leuk. En gezellig. Leuk team. Oh, Pik, kom dan met je die band heen. Zo. Dat is helemaal niet leuk dat er zoveel mensen. Kom dan maar eens door die band heen meteen. Door. Oh, hij is wel slim. Maar dan kom je nu te hangen. Dat is sowieso. Oh. Wat een truc hier! Ik heb hem echt knap. Hij doet het sneller dan jullie, hè? Ja. Hé, maar jongens, jullie gaan er alle drie niet. Oh. Ja. Heb je mijn lamp hier weer? Ja. Handen, jongen. Maar moet een vraag beantwoorden? We staan hier bij punt nummer 3. En jullie hadden een heel creatieve manier van eroverheen komen. Hoe zijn jullie daarop gekomen? Ja, over het touw. Ja, ja. Over het touw. En deze twee jongens hebben hem niet gedaan. Nee. Wij hebben hem wel gedaan. En ja, 1 been ernaast stangen, de andere been op de touw. En dan. Nou ja, hopen dat je er doorheen komt, hopen dat je er overheen komt, laat ik het zo zeggen. En ja, naar dat biertje toe, naar dat biertje toe. Ja. Yeah.
Waarom hebben we jou gekozen? Hoe gaat het ermee? Gaat hartstikke goed. Hartstikke leuk tot nu toe. Dus we gaan deze oefening ook even proberen te doen. Heeft iemand van jullie al natte voeten gehaald? Nee, ik nog niet. Sebas, jij? Nee, ik ook niet. Jij nog niet? Nee, hopen dat we het zo kunnen houden. We staan hier bij post nummer 6. Ja. Zijn er al mensen in het water gevallen? Nee, nou, dat nog niet. Maar wel een paar met natte voetjes. Maar de meeste mensen wilden er niet over. Toch te lastig, denk ik. Dus, ja. Doe je al langer mee met de survival run? Nee, dit is de eerste keer post. Ook nog een reservepost. Maar meestal rijden we gewoon mee. Even kijken hoe de mensen het doen. En nou zijn we post. Ja, ook leuk. Ja. Beetje toekijken hoe mensen struggelen. Ja, een beetje mensen kijken hoe ze martelen, ja. Nou kijk, deze niveau. Ja! Oh! Oh. Nou, dit is onze eerste dus. En daar valt de eerste in het water. Dit is onze eerste. Hoi, daar zijn we weer. Ja. Nou, dat ging niet helemaal goed, hè? Niet helemaal volgens de bedoeling, nee. Waar ging het mis? De grip, het was nogal glad, dus ik gleed weg. Balen. Ja, vorige editie had ook al iemand die hier het water in ging. Dus het was eigenlijk al verwacht dat bij deze oefening dat het weer lastig zou worden. Maar nu is er even droog kleren aantrekken, denk ik. Ja, we gaan gewoon weer door. We staan hier bij post geluksnummer 7. En wat wordt hier gedaan? Wij doen hier touwslingeren over het water. Ja. Ja. En dat moeten ze doen. Dus dan springen ze in het touw. Niet te hoog, want dan kom je er niet. En dan komen ze over. Ja. Is dit een beetje een klassiek obstakel? Ja, een makkie. Ja. Ja. Wordt deze al vaker gedaan bij de survival runs? Ja, Alex. Iedere keer. Iedere keer een survival race is dichterbij. Is altijd een leuk hindernis. Ja. Ja. Vallen veel mensen in het water? Nu niet. Als je het goed doet, val je er niet in. Als je gewoon goed doet, val je er niet in. Maar als je net verkeerd doet, dan val je erin. Ja. En wat is de geheime techniek? Precies goed doen. Ja. Ja. Ja, maar hoe doe je het goed? Ja. Ja, dat is... Nou, je moet, als je touw te hoog aanpakt, dan kom je niet over. En als je te laag aanpakt, dan ga je met de kont in het water. Dus Erik zegt altijd, niet te hoog. En dan zeg ik altijd erachteraan, niet te laag. Dus wij verklappen het antwoord al. Dus als ze goed naar ons luisteren, Erik zegt niet te hoog en ik zeg niet te laag. Nou, en dan komt het altijd goed. En elkaar opvangen, hè? Want net ging er een meisje over en die was er. En toen stond die ander te kijken. Ja, zo. En dan viel het meisje terug. Ja, ja. Snij. Ja, ja, ja. En dan word je nat. Ja, zij, die ander niet. Die stond op drogen. Ja. En lopen jullie al vaak mee met Survival Run? Ja, vanaf 1988, de eerste keer, liep ik als 16-jarige leeftijd al mee. Ja. En in de Survival Commissie gezeten en nu post. Nee, we kennen Survival al vanaf het begin. Ja. Ja. Mooie, altijd een mooi evenement. Voor het hele dorp bij pad nu. De inbrekers zijn vrij spel, alle huizen zijn leeg. Ja, echt waar. Altijd super. Blij dat dit jaar weer door kon gaan? Ja. Werd vorig jaar veel gemist? Het is om de 2 jaar. Ja. Hè? 2 jaar. Vorige editie. Die kon niet doorgaan vanwege corona, toch? Ja, maar toen heb ik hem niet zo gemist. Want toen was het heel koud. Want toen kon de schaats. Dus eigenlijk was het maar goed dat die toen niet doorging. Want nou, dan hadden we nou niet zo mooi gestaan, nee, natuurlijk. Nee, we staan er nou mooi bij. Ja. 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 Nee, maar we hebben ook wel eens gehad dat ijs was op het water. We hebben ook wel eens gehad dat wij, ja, dat vroor hebben we ook wel gehad. Kon je dan gewoon over de sloten heen lopen? Nee, toen ging het net vriezen. Want als het vriest, dan wordt hij afgelast. Dat is te gevaarlijk. We hebben een keer gehad. Dat 's avonds gingen we nog door en met opruimen was de boel bevroren.
Toen was het net in die nacht dat de tocht doorging, toen vroor alles vast. Dus als het een dag later was, kon het niet. Dat was prima goed. Ze liggen wat rond. We hebben post 9 net overleefd. Hoe was dat? Dit was een deze was goed te doen. Ja, lekker. We hebben moeilijker gezien. Welke was het moeilijkst? In het begin een paar lastige. Welke was het lastigst volgens jullie? Met die ton. Houten ton in de midden, touwtje naar boven klimmen, over de ton heen en dan weer naar beneden. Ja, die zag er ook wel erg moeilijk uit. Ja. Nou, ja. Nee, wij kijken gewoon lekker toe. Net zoals de kijkers thuis. Ja, heel goed. Heel goed. Ja. En al 9 hinder is overleefd. Hoe zit het met de moed? Ah, maar goed. Ja, wij hebben wat biertjes mee, wat muziek mee. Ja, nou ja, dat gaat allemaal hartstikke prima. Goed vol te houden. Ja. Ja, geen probleem. Waar zijn we hier? We zijn hier aan de Tussenboersweg, doorlopende weg. Ja, maar dat zult niet zijn. Knappe mensen als hier allemaal zitten, jonge dames. We hebben het zo goed voor elkaar. We genieten gewoon. Hey, ja. We zijn hier even bij Culinair Neveen. Ja. Culinair Neveen. Het is wel een beetje chaos hoor. Laat even. Oh, is er zijn broek gepopt af? Kom op! Hey, zit in je kop! Nooit loslaat! Nooit loslaat! Halfwege naar boven. Nog 5 keer trekken. Yes. Doe maar. 1. Kom op. Hij is stabiel met je voeten. 2. Oké. 3. Yes. Goed zo. 4. Ja. Hoe lang duurt het nog voordat je bij ons in de buurt kan wonen? Hoppa. Zie je? Stap. En hij is hoog. Ja, lekker. En er is de plaats. Deel 2 gaat nog wel. Onthoud dan, hè? Want er komt een donmoment vanavond. Ja, heel goed. Druk dat, jongens. Netjes. Ben je, joh. Het first. Kom op, joh. Het first. Nou, een minuutje, 57 seconden. Heren, hoe gaat het? Slecht. Nou, ja. Twee keer een nat pak gehad. Het is een beetje koud inmiddels, maar... En we doen er een beetje lang over, dat is het probleem. Ja, gewoon wat lekkere bierpauzes onderweg, wat eetpauzes en nou, dan gaat het helemaal prima. Ja, we zijn hier wel schoon, maar we doen wel alle oefeningen, dus ja, daar gaat het om toch? Ja. Waar ben jij er voor de tweede keer ingevallen dan? Ja, echt net, hebben jullie net weer gemist. Ah, balen. Ja. Maar de vorige keer hebben jullie er wel op staan, toch? Volgens mij wel, ja. Die staat er wel op, ja. Het is
Ja, dit hebben wij gedaan. Kom, Michel. Goed hoor. Keurig hoor. Goed zo. Netjes. Kijk, Michel. En dit niet. Dat is gewoon zo rustig toch? Van praten als er iets gebeurt of we eerder mezelf voelen. Zullen die kleine schat begint wel met dat? Met de laag zo. Ja, ik ben net op dit move, let's go. Eén been eromheen klemmen weer. Voeten weer omheen, één been eromheen. Ja, 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 ja. Dennis, ja. Jij ook aan. Ja, ja, ik ga ook. Nee, dit is partier voor mij. Ik heb al, jullie hebben mijn brief toch? Ik weet het niet, Jeff. Nee, nee. Nee. Ja. Nog een Dennis. Ja, ja. Oh, okay. Oh, nee, naar beneden! Neem mij even mee! Water eruit. De kip moet wel even leren, niet? De kip even de boot. Oh, Ja, hij kwam iets te vroeg, we waren hem nog niet nodig. Jullie gaan als een speer, of niet? Niet houden. Ja. Nummer 1? 1 of 2, uit max. Nou, en is er een van jullie al nat geworden deze avond? Helemaal niks. Nee, helemaal niemand. Niemand. Nee. Alleen zijn lampje heen waar het nat worden. En lampje weg. Maar. Ja. En de handschoen kwijt. En de handschoen kwijt. Lampje en de handschoen kwijt. Gelijk direct in het begin al. Dat is dan weer jammer, maar nat geworden, nee, gelukkig niet. Dus, maar het gaat goed, ligt volgens mij op de tweede plek nu. We zijn als eerste begonnen en nu tweede, maar als we zo achter ons keken, was er nog niet iemand die ons gaat inhalen. Dus dat gaat het goed. Zullen we het zien? Lekker bezig. Hoeveel stoppen hebben jullie nog te gaan? Oh, jemig. Dus... Ik weet niet, geen idee. We gaan erover, we gaan het zien. We laten ons verrassen. Wat ik hoorde zijn we denk ik een beetje op de helft ongeveer. Nog net niet op de helft, maar dus... Dus ik neem aan van de hindernissen dan ook een beetje op de helft. We hebben nu 7 of 8 gedaan denk ik. Ja. 8 geloof ik. Zullen er nog zoiets zijn denk ik, dus ik neem aan... we hebben nog een lange weg te gaan, maar... gaat lukken dus. Zullen we het zien. Nou, geniet van het lekkere broodje worst. Dat sowieso. Heel veel succes, heren. Dankjewel. Ja, de rest was sneller dan 4. Ik ga zo goed met straks in de kamer als je. Wat is dat voor een beetje? Kom op, Matthijs! Kom op! Wat doe je? Wat vind je?
Ja, kom op. Wat? Wil doen. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Denk aan de auto. Denk aan de file. Ja. Slag. Ja. Naar de buurderij. Naar de buurderij. Daar ben je. Is er al iemand in het water gevallen? Deze man. Ja, Chris. Ja, ik ben een paar keer, ja. Hoe gebeurde dat? Ja, nou, een beetje glad die buis en toen gleed ik er zo vanaf. En toen heb ik die andere jongen maar een beetje geholpen. Andere jong, twee. Twee andere jongen heb ik een beetje geholpen. En zo kwam het weer goed en kwam iedereen er heel uit overheen, behalve ik. Ja, teamwork. Teamwork, zeker. Ja. Nou gaan we weer door, anders succes. Komen Rotus. Brein de Esso. We blijven staan daar. Ja, goed hoor. Je gaat er makkelijk aan hier gewoon over en lopen. Ja, misschien wel, ja. Weer gewicht verdeeld. Ik heb de leer van jou. Ik maar even langs de net nu, hè? Hoe zou ik dat doen? Ik ga naar beneden. Nou, met je benen erover. Leunen op die balk. Hier. Hier? Ja. Met je armen, ja. Met je armen. Maar het eerst benen erover. Nee, je doet eerst. Nou, dat kan ook. Wat jij wil. Proberen. Ja, zeker. Hé dan. Heb je geld? Nee. Dat is
Stond dat er wel op of nog een keer? Ja, het stond erop, maar het mag nog wel een keer. Ja, dat is geloof. Dat is wel lekker. Door wie is dat geloof? Blijf je rechtop. Nou, wie blijft daar staan? Dan kan je nee, gewoon doorgaan. Kom maar staan dan. Als de breed wordt, ben je er al. Oké. Okay. Ik wil gewoon naar één kant nu. Ja, beide voeten erop. Sleep je maar naar voren. Oei, wat dan zo? Dan blijf je niet even weer. Doe maar. Ja, dan moet je even daar ook in. Nee. Zo maar, bij de touwen gebruiken. Je over dat ding niet klimmen. We zijn bijna. Nee, maar gebruik die maar voet op de andere. Zoals je doet, doe maar. Naar voren. Bijna. Nee, maar je bent er al. Je bent er al. Voet naar voren. Eén voet naar voren op de bodem, je bent er al. Nou, niet trekken dan. Doe maar. Ik ben er al. Nou, kijk. Lange half minuut. Zo, beide touwen gebruiken. Als het breed wordt, ben je er al. Fluister. Yes. Kom maar. Yes. Je bent er al. Voeten naar voren, je bent er al. Ja, dat zeg je wel. Je voeten naar voren. Ik ben niet alleen. Ja? Ja. Yes. Kijk. Klasse. Nou. Nou, mooi. Hey, de pin is dood. Waar is het? Ja, ja, ja. Goed, gezellig. Hey, jongens, hoe is het met jullie paardenangst? Paardenangst. Paardenangst. Ik zal de tas even afdoen als ik hier ja, want jullie gaan paarden. Oh, kut, dan krijg je zo'n paardenstok om de benen en dan moeten we zeker doen. Nou, oh, dan gaan we jullie vertellen. Dan gaan we jullie vertellen. Daar vinden jullie paardenstallen. Ja, die kleedkamers hebben we omgetoverd tot paardenstal. En in die stal woont o zo snel het paard van Sinterklaas. Ja, en die mogen jullie zo snel mogelijk ophalen en dan galopperen jullie deze kant op. 3, 2, 1, go! Grapje, 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 kom maar terug, kom maar terug, kom maar terug. Oké, kom op, ja, kom op, 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 we hebben toch nog vis vandaag, hè? Ja. Oh, jullie gingen wel echt heel snel. Ja. Want jullie zijn nou wel lekker, jongen. Ja. Heel fijn. Heel Happy!
Ik ben cameraman. Ik ben organisator van het hele zooitje hier opzetten. Ja, ja, dat klopt. Ja. En hoe bevalt het vanavond? Ja, goed. Een mooie opkomst. Ja, ja, veel positieve reacties. Veel opkomst. Dus het is goed gelukt dit jaar. Ja, ja. Ja. Dit is de afterparty hier? Ja. Nee, we zijn de lesopdracht. Laatste post. En, ja, laatste post. En dan moeten ze zich hiernaast afmelden. Ja. En dan komen ze hier nog een borreltje nadoen, als het goed is. We hebben nu 4 teams gehad. Ja, 4 teams. En we verwachten nog ongeveer 10. Ja, nog 10. Ja. En tot nu toe is de eerste team van Kate Beunaas de snelste ronde. Dus dat komt helemaal goed, denk ik. Ja, maar je moet hem draaien. Ik zal hem draaien. Je moet hem draaien. Kate Beunaas, hè? Erbij. Nee, maar dat doen ze leuk. Hoe is het gegaan? Ja, super. We hebben wel zwaar hindernissen gehad, maar met onze vastberaden groep, die hebben we toch alles gered. Dan kunnen we eindelijk ons wel verdiend biertje drinken. En ben je tevreden met de tijd? Ja, super. We hebben het echt voor ons doen, ongetraind, gewoon als een spontaan groepje, toch al redelijk vlot gedaan. Tenminste, heb ik het idee van. Maar hebben jullie nog hindernissen gedaan dan? Nee, nog niet. Misschien dat we straks nog even over die container heen klimmen. Over een container? Ja, we moeten wat extremer zoeken, hoor. Zo'n containertje, kom maar. We moeten alleen wat beeldmateriaal voor jullie, ja. Komt goed. We hebben ons hele avond een beetje op uitsloven. Maar jullie schrijven hier voor in, hè? Jullie schrijven hier voor in. Ja, maar maak jij niks uit. Leuk gehad. Wij wel. Ja, mooi. Jullie ook? Ja hoor. Ja. Warm gewoon. Kijk, wij hebben het droog gewoon, maar jullie moeten warm met hem gewoon, hè? In de auto was het wel warm, maar hier buiten is het toch wel fris. Ja, moet je erbij van. Dan gaan we gewoon naar binnen toe. Pak weer een frisse bier. Komt goed. Gaan we doen.